Er zijn veel enge dieren op deze aarde, maar vroeger waren er veel engere. In deze video tonen we je 10 engste dieren die gelukkig zijn uitgestorven. En gelukkig zijn ze dat ook. 10. Arctodus. We beginnen deze lijst met een van de grootste uitgestorven beren, de Arctodus. Ook bekend als de kortsnuitbeer. Deze beren hadden een kortere snuit dan andere beren, vandaar dat ze de naam kortsnuitbeer hebben gekregen. Zij hebben tot ongeveer 11.000 jaar geleden in Noord-Amerika geleefd. De Arctodus is al een hele tijd uitgestorven en daar mag je best blij om zijn. De Arctodus zou normaal bijna 1,8 meter groot zijn als hij rondliep. Als ze op hun achterpoten stonden, waren deze dieren 2 keer zo groot en dus meer dan 3 meter lang. Hun gemiddelde gewicht was ongeveer 900 kilogram en dat kon soms oplopen tot meer dan 957 kilogram. De Arctodus bestond uit 2 soorten, de kleine kortsnuitbeer en de grote kortsnuitbeer. De grote kortsnuitbeer was een van de grootste carnivoren die ooit bestaan heeft. Wij moeten waarschijnlijk blij zijn dat ze niet meer bestaan, want wij zouden geen schijn van kans maken als we oog in oog met hen kwamen te staan. 9. Carbonemis. Dit dier zou je ook liever niet willen tegenkomen. De Carbonemis is een ander angstaanjagend maar uitgestorven dier. Het is een van de grootste schildpadden die ooit bestaan hebben. Onderzoekers hebben een schild van de Carbonemis gevonden en opgemeten dat ongeveer 1,72 meter groot was. De Carbonemis leefde vroeger in het noordoostelijk deel van Colombia. Men vermoedt dat deze schildpadden daar zo'n 57 tot 60 miljoen jaar geleden leefden. De Carbonemis heeft zelfs de KT massa-extinctie overleefd, de ramp die bijna alle dinosauriërs doodde. Deze dieren waren niet alleen extreem groot en eng, ze waren ook heel gevaarlijk. De Carbonemis waren carnivoren met enorme kaken waarmee ze waarschijnlijk bijna alles konden eten. Ze waren zelfs in staat krokodillen te verorberen. De schildpadden die we nu kennen laat zien traag en schattig te zijn, maar de Carbonemis waren een beetje anders. Als deze dieren en mensen samen in dezelfde periode geleefd zouden hebben, weet ik niet zeker wat er met de mensen zou gebeuren, maar het zou waarschijnlijk niet aangenaam zijn. 8. Dunkleosteus. Nu komt er nog een eng en uitgestorven dier dat moeiteloos op allerlei dingen kon kauwen. De Dunkleosteus was een reusachtige vis die ook een carnivoor was, net als de Arctodus en de Carbonemis. De vis was soms wel 10 meter groot en woog ongeveer 4 ton. Hij is al heel lang uitgestorven en heeft zo'n 380 tot 360 miljoen jaar geleden geleefd. Tijdens zijn leven heeft hij echter veel schade aangericht. Het hoofd en de borst van de Dunkleosteus waren gepantserd en voorzien van kaken. Hun kaken konden enorm snel openen en sluiten. Dit zorgde er ook voor dat ze hun prooien met gemak konden verorberen. Hun kaken waren extreem scherp en gevaarlijk, dus we kunnen gerust zeggen dat we als mensen opgelucht kunnen zijn dat we zo'n dier nooit zullen tegenkomen. De Dunkleosteus lijkt zeker een bijzonder angstaanjagend dier te zijn geweest en hoort thuis in deze lijst. 7. Titanoboa. De Titanoboa was ook zo'n angstaanjagend wezen dat in dit rijtje thuis hoort. Titanoboa was de grootste slang die ooit heeft bestaan. Jawel, nog zo'n reusachtig dier. Hij was ongeveer 12 meter lang en woog ongeveer 1133 kilogram. Hij leefde ongeveer 60 tot 58 miljoen jaar geleden in het gebied La Guajira in Colombia. Hij hield er vooral van om in moerassen te vertoeven. Op een tentoonstelling werd een model op ware grootte van de Titanoboa gemaakt. Mensen bewonderden het en kregen er vast kippenvel van. Vergeleken met de Titanoboa lijken mensen klein. Ongelooflijk toch? Stel je voor dat onze slangen tegenwoordig zo groot zouden zijn. De kleinere slangen die we kennen kunnen al gevaarlijk zijn en mensen doden. Stel je voor wat voor dingen de Titanoboa zou kunnen uithalen. Hebben we je ook verteld dat de Titanoboa krokodillen kon verslinden alsof het een kleine snack was? Nou, we zijn in ieder geval blij dat dit enge dier uitgestorven is. 6. Deinosuchus. Nu we het toch over krokodillen hebben, misschien zou de Titanoboa dit soort krokodil niet kunnen eten. De Deinosuchus, wat de verschrikkelijke krokodil betekent, was in staat om andere dieren te eten. Onderzoekers hebben ontdekt dat de T-Rex en andere gevaarlijke dinosaurussen zelfs tandafdrukken van deze verschrikkelijke krokodil hadden. Het wist op zichzelf al hoe gevaarlijk en eng hij was. Hij leefde zo'n 82 tot 73 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika. De Deinosuchus was vergelijkbaar met de krokodillen die we nu kennen, alleen was hij veel groter. Zijn omvang was ronduit ongelooflijk en ook uiterst beangstigend als je beseft hoeveel groter hij was dan wij. Zijn totale lengte kon oplopen tot 12 meter. Deze krokodillen werden ook ongeveer 50 jaar oud. Deinosuchussen aten vis, zeeschildpadden en konden zeer waarschijnlijk zelfs dinosaurussen doden. Stel je eens voor dat deze Deinosuchussen van 12 meter lang nog steeds op onze aarde rondlopen.
dan hebben we een krokodil meer om ons zorgen over te maken. Of moeten we één dinosaurus tellen als meerdere krokodillen? 5. Megalodon. Je wilt ook niet in de buurt komen van de bek van het volgende dier. De megalodon, wat grote tand betekent, was een grote en gevaarlijke haai. Dit dier leefde in vergelijking met sommige andere dieren die we in deze lijst hebben besproken, meer recent. Hij leefde ongeveer 23 tot 3,6 miljoen jaar geleden. Onderzoekers zijn van mening dat de megalodon veel gelijkenis vertoonde met de grote witte haai, de reuzenhaai en de zandtijgerhaai. De afmetingen van deze haaien zijn echter niets vergeleken met die van de megalodon. Hij werd tot 18 meter groot en woog 65 ton. Alleen de kaak was al 2,1 meter lang. Deze reuzenhaai met zijn reusachtige kaken kon gemakkelijk andere dieren opeten. Nu begrijpen we waarom hij grote tand werd genoemd, hoewel de andere delen van het lichaam ook niet klein zijn. Alleen al de gedachte op dezelfde planeet te zijn als de megalodon is beangstigend, hoewel hij het perfecte personage zou zijn geweest voor Steven Spielberg's film Jaws. De megalodon heeft zeker een paar imposante kaken. 4. Anomalocaris. Dit is weer zo'n eng, uitgestorven dier dat in de zee leefde. Deze garnaal was anders dan alle gangbare garnalen en dat is ook waar zijn naam Anomalocaris voor staat. De Anomalocaris leek niet op een gewone garnaal of op een ander dier. Hij was lang, plat en had twee donkere ogen die uitstaken. Het meest gevaarlijke lichaamsdeel waren wellicht de lange tentakels die het bezat. Werden vergezeld door vele scherpe tanden die met gemak dodelijk konden zijn. En, alsof dat nog niet gevaarlijk genoeg was, had hij ook nog een grote ronde mond verborgen onder zijn kop die een hap uit je kon nemen of wel misschien je helemaal kon opeten als je niet voorzichtig genoeg was. De Anomalocaris kon 1,8 meter groot worden, ja dat heb je goed gehoord. Een garnaal die groter was dan de meeste mensen. De meeste van ons hebben wel eens een garnaaltje gegeten, maar als de Anomalocaris er nog was, dan was het waarschijnlijk omgekeerd. Wat zijn we blij dat dit dier is uitgestorven. 3. Pentacopterus decorahensis. De meeste dieren en mensen zouden ver uit de buurt van de Anomalocaris blijven, maar het volgende dier zou er misschien bevriend mee kunnen zijn. De Pentacopterus decorahensis was een lang plat dier dat ook in de zee leefde, alleen was dit geen garnaal, maar een schorpioen. De Pentacopterus decorahensis is pas vrij recent, in 2015, door wetenschappers ontdekt. Geschat wordt dat hij zo'n 460 miljoen jaar geleden leefde in de omgeving van Iowa in de Verenigde Staten. De Pentacopterus decorahensis was zowat 1,5 meter lang. Schorpioenen die wij nu kennen kunnen griezelig zijn, maar die zijn niets vergeleken met deze uitgestorven schorpioen. Onze huidige schorpioenen lijken op mieren in vergelijking met deze. Stel je voor dat je in zee zwemt en een schorpioen tegenkomt die ongeveer zo groot is als jezelf. Iemand kan Steven Spielberg bellen over een nieuwe enge film over de zee. We hebben weer een geschikt personage gevonden. Brr, ik weet niet of ik in staat zou zijn om die film te bekijken. 2. Jacalopterus. En alweer een angstaanjagende schorpioen, de Jacalopterus. Deze schijnt nog enger te zijn dan de vorige die we zagen. Deze reusachtige zeeschorpioen was ongeveer 2,4 meter lang, zelfs groter dan ons. Hij staat ook bekend als de grootste geleedpotige die ooit heeft bestaan. Naast het toch al enge lichaam had de Jacalopterus gevaarlijke knijpklauwen. Hij had ook ledematen met stekels, de grootste had een stekelklauw van zo'n 5. Hiermee konden ze gemakkelijk zwemmende vissen doden en opeten. Zijn fossielen zijn voor het eerst gevonden in bepaalde gebieden in Duitsland, wat erop wijst dat hij daar hoogstwaarschijnlijk in de prehistorie heeft geleefd. Wetenschappers hebben ook resten gevonden in de Verenigde Staten. Dit betekent dat de Jacalopterus zowel in Europa als in Noord-Amerika heeft rondgezwommen. Iedereen die daar woont is waarschijnlijk opgelucht en blij dat de Jacalopterus nu is uitgestorven. Wie zou er nog in de zee durven springen met de kans dat zo'n reusachtige zeeschorpioen voorbij zwemt? 1. Anthropleura. Het engste dier dat gelukkig uitgestorven is, is de enige echte Anthropleura. We hebben in deze video een aantal angstaanjagende dieren besproken, maar geen ervan is zoals de Anthropleura. Als je het mij vraagt, word ik al misselijk bij het zien van een foto van dit dier. Zo eng is het. Het leefde zo'n 345 tot 295 miljoen jaar geleden, gelukkig heel lang geleden in Noord-Amerika en Schotland. Het is door National Geographic uitgeroepen tot het grootste landbewonende insect aller tijden. Dit dier is een duizendpoot, maar veel groter dan je ooit zou kunnen voorstellen. De afmetingen varieerden van 0,3 meter tot 2,5 meter. Hij kon dus nog groter worden dan wij mensen. Maar het zou op de grond rondkruipen, terwijl het ook een gecamoufleerde kleur zou hebben. Het zou waarschijnlijk zijn alsof je de aarde ziet bewegen en dan beseft dat het een reusachtige duizendpoot is. Zelfs in mijn engste nachtmerries zou ik zoiets niet willen zien. Blij zijn dat het is uitgestorven is waarschijnlijk een understatement.
Welke vind jij het engst? Laat het ons weten in de comments. Hopelijk hebben we je niet te veel laten schrikken, maar hè, ze zijn nu tenminste allemaal uitgestorven.